Zeevang Special wordt mede mogelijk gemaakt door Zaak Media, Plus Vreeswijk, Waterlandsweelde Natuurvlees en Fred Kooi Auto's. Welkom bij de Zeevang Special. Dit keer staat het in het teken van kunst en cultuur. De aanleiding is de onthulling, de kunstmaand in oktober van de gemeente Edam-Volendam. En dat is eigenlijk naar aanleiding weer van EuroArt. EuroArt is een internationale organisatie van kunstenaarsgemeenten waarvan Edam en Volendam dit jaar de host was. Dit is een aanleiding van de kunstcollectie Spaner. En die collectie vormt natuurlijk een van de grote sleutels in de rijkdom van onze gemeente en op het gebied van kunst en cultuur. Maar we hebben veel meer te bieden in de gemeente en daar gaan we vandaag naar kijken, specifiek de kunst en cultuur uit de Zeevang. Ik ben Frank Bond, ik ben vandaag voor het eerst host bij Zeevang Special en ik ben cultuurcoördinator voor gemeente Edam-Volendam en daarnaast muzikant. En naast me zit Rob. Ik ben Rob Seneers, ik ben beeldend kunstenaar, woonachtig in Wadder en ook docent beeldende kunst en vormgeving. Ik wil eigenlijk beginnen graag met iedereen voor te stellen. En hier zit... Corinne Hendricks. Ik kom uit de Zeevang. En ik zit in het bestuur van het kerkje van Beets. In het kerkje van Beets kun je zeker 2 keer in de maand een voorstelling zien of een concert zien. En wij brengen dus cultuur naar de mensen vanuit het kerkje. Ongelooflijk mooi. En naast jou zit... Edgar Stuurman. Ik ben kostuumontwerper. Daarover later meer. Maar ik zit net als Corinne ook in het bestuur van de kerk van Beets. En ook in diezelfde voornoemde culturele commissie. Dus met z'n drieën zijn we dat. Met Marian Knossen stellen we het jaarlijkse programma samen. Zijn jullie het dreamteam van het kerkje van Beets? Denk het wel, ja. Dat denk ik ook, ja. Inderdaad. Aan de overkant zit... Ik ben Patricia Schor. Ik ben beeldend kunstenaar en ik woon in Warder. En tevens organiseer ik al redelijk lang de zomerroute in de Zeevang. En niet geheel zonder succes. Want inderdaad, vandaag het wapenfeit met de opening in de kerk van Oosterhuizen. Ja, oké. Okay. Ja. En hier zit... Ik ben Dieke Kubbe. Ik woon pas 2,5 jaar in Warder samen met mijn vrouw Joke. En wij zijn beide beeldend kunstenaars. En altijd docent ook geweest. En maar daar komen we straks op terug. Lange tijd docent geweest. Heel mooi. En hier aan mijn zijde zit... Leon Berendsen, woonachtig in Warder. Voor zo'n 18 jaar. En muzikus. Bij het Nederlands Philharmonisch Orkest. We hebben hier zitten. Frank, jij weet iets meer over de muziek, denk ik. Ja, nou, we gaan luisteren naar een voorproefje van een stuk dat Leon straks langer zal spelen. Maar we gaan luisteren naar een korte intro. Dankjewel. Mooi. Mooi. Ja. Diek, ja. Van ons allemaal denk ik, woon jij niet zo lang in Warden. Nee. Maar volgens mij zijn jullie hier wel heel erg op je plek. Ja. Hoe bevalt het om vanuit het drukke Amsterdam in Ene te wonen in deze landelijke omgeving? Ja, je wil een moeilijk gesprek beginnen. Nou, het is geen moeilijk gesprek, maar juist een makkelijk gesprek, want ik heb jou rond zien lopen in die tuin. Yeah. En volgens mij hebben jullie het hier enorm naar je zin. Ja, ik zou bijna zeggen, uiteraard, het dorp vinden we echt buitengewoon verrassend prettig om in te wonen. We komen natuurlijk alleen maar aardige mensen tegen. En ik heb nu vele malen meer mogelijkheden om mijn dingen te doen dan in Amsterdam. En achteraf vraag je je af, hoe lang heb ik het uitgehouden? Maar we werkten natuurlijk in Amsterdam. En Joke definieert de plek waar ze nu zit als... ik ben thuisgekomen op een plek waarvan ik niet wist dat die bestond.
Nou, ongelooflijk mooi. Om het sentiment even duidelijk te maken hoe ze zich nu voelen. Geweldig. Ja. Maar jullie waren hiervoor nooit in Wadden geweest? Nee, ik heb jarenlang langs de dijk gefietst, rondjes met een racefiets. En dan fietste ik altijd zo langs het zwembad. En dan had ik altijd de flauwe neiging om te zeggen, per jaar word ik ver Warder, want Warder ligt steeds verder. Dat is onzin, we hebben nooit door de straat gereden, al die jaren niet. Nee. Maar toen we hier kwamen was het echt fantastisch. Jullie hebben uiteindelijk ook een nieuw atelier gebouwd, achter in de tuin. Ja. En is dat ook een rijkdom die je daarvoor ook al had, eigen atelier? Nee. Ja, ik had jarenlang een atelier in een oud schoolgebouw. Dat was buitengewoon hoog, zoals dit zeker. En daar maakte ik ook beelden die navenant zijn. En toen we gingen verhuizen en gingen samenwonen, was het atelier verschrikkelijk veel kleiner geworden. Je werk krimpt en ik heb ook heel veel beelden die zo hoog waren, met traantje in de ogen in de container geflikkerd. Oh. Omdat ze dus te groot waren. Niet meer kwijt. Ja. Ja. En dat, het leven gaat verder, je maakt weer dingen. Dus, En een andere plek zoals deze, het Weitzer, meer rust, heeft dat dan ook direct effect op het werk dat je maakt? Nou, het is wel zo dat ik ben van jongs af aan wel met de natuur, met mijn ouders, kamperen en veel buiten. Voor zover dat mogelijk was. En nu heb ik een tamelijk duidelijke link ben ik aan het leggen met groei in de tuin. Hoe iets groeit en hoe ik dat min of meer frustreer en hoe ik daar dingen aan toevoeg om het groeien op een of andere manier vorm te geven. En dat is bijzonder prettig. Jullie tuin is uiteindelijk ook echt een beeldentuin geworden, durf ik te zeggen? Ja, ik wil die combinatie met tuin heel duidelijk hebben. Dus, kijken. Ja. Ja, nou, wij hebben gekeken en dat is wel heel leuk om te zien. Dus straks zullen we wat meer zien over de tuin van Diek en Joke. Patricia, vandaag de opening in de grote kerk van Oosthuizen. 10 kunstenaars uit Wadder. Wist je dat het er eigenlijk 10 waren? Nou, daarvoor toen we het gingen exposeren natuurlijk wel. Maar toen ik heb dus de zomerroute georganiseerd en bedacht nu dat het heel leuk zou zijn om ook de Zeevang te betrekken bij die kunstmaand van de gemeente Edam-Volendam. Dus heb ik die kerkjes benaderd en was toen verrast toen ik hier in Warder ging vragen wie er graag wilde mee exposeren, dat ik op 10 kunstenaars kwam. Dat is best bijzonder voor zo'n klein dorp. Ja, ja zeker. Ja. Jouw dochter exposeert ook in de kerk. Ja, ja, dat was Hoe ook is heel dat? Bijzonder. Ja, ik ja vond om dat samen heel te leuk doen. Dat met dochter ook samen. Ze is ook wel heel kritisch op van mama, dat moet je niet laten zien. En ze vraagt ook heel veel aan mij van hoe ze het zelf zou moeten inrichten. Maar ze heeft een totaal ander werk geëxposeerd dan ik. Dus heel verschillend. Dat is ook heel leuk. Ik ben ook geweest in de kerk in Oosthuizen. Zij heeft heel specifiek ook een plek uitgekozen achter het altaar, eigenlijk achter de spreekgestoelte, moet ik eigenlijk zeggen. En daar heeft ze echt specifiek iets voor op locatie gemaakt zelfs, hè? Ja. Wat ik begrijp. Ja. Kan je iets meer vertellen over wat je dochter maakt en samen met haar vriend doet ze het ook? Oh, ze hebben allebei de Rietveld gedaan, daar hebben ze elkaar ontmoet, op de Rietveld Academie. En zijn toen later verliefd geworden op elkaar en hadden een droom om samen een kunstenaarsduo te vormen, zo prefereren ze zich ook. En ze hebben een bedrijfje opgericht, Kaploem. Dat is de Turkse naam voor schildpad. En daar maakten ze, kregen inmiddels een kindje, onze kleinzoon. Dus waren nogal gericht op dingen voor kinderen. Houten speelgoed en soort bijzondere knuffels. Ze maken ook walvissen, allemaal in speciale kleuren. De primaire kleuren, rood, geel, blauw. Die heeft ze trouwens ook in het kunstwerk hier. Want wat je nu ziet is bijna een soort rariteitenkabinet. Ja, zo noemt ze het ook. Daar staat ernaast. Kijk, leuk. Daar staat rariteitenkabinet en dan heeft ze een hele tekst erop. En dat vind ik heel ingewikkeld uitleggen. Want dat is voor haar persoonlijk ook een betekenis. En dat kan je ook iets vertellen over je eigen werk? Want ik zag daar een bijzonder schilderij van een wat oudere dame in een stoel. Die daar de krant leest. Dat is mijn moeder. Dat is je moeder? Ja, ik was helemaal niet van plan om dat tentoon te stellen, maar ik had een piepklein fotootje van haar,
waar ze zo onderuit gezakt. En dat is typisch haar houding. Ik kan te lezen, liefst in de zon buiten, in de tuin. En dat wilde ik altijd graag schilderen. En dat heb ik toen gedaan en dat stond in mijn atelier. En later kwamen die portretten die ernaast staan met die mutsje over. Oh, dat ben je zelf. Dat zijn zelfportretten. Ja, dat zijn meer zelfportretten. Dus het is een heel autobiografisch geheel wat ik daar ja, zie. Ja, zo zou je het kunnen. Alleen alles wat je op je hoofd zet, trek je een klein ja, beetje over je ogen. En daar heb ik ogen. Later, dat deed ik onbewust. Maar later dacht ik, oh, maar het klopt ook. Want toen ik zo'n jaar of 14 was. En mijn moeder was nogal uitbundig. En ja, die kon nogal vloeken ook. En ze was heel grappig. Ze had een bijzonder gevoel maar van je, humor. Maar je schaamde je misschien ook wel een ja, beetje voor je moeder. En soms dacht ik, oh, ik schaam me dood. Zeg, ik zou het liefst onder de tafel gaan zitten. Of trek een muts over mijn hoofd. En opeens zag ik die link met die, vandaar die portretten. Dat heeft daar wel mee te maken. De ene is met een maken. Muts. En de ander is met volgens mij zelfs een emmer. Bondje, ja, emmer. Een ja, emmer ja. over het hoofd, inderdaad. Dus het gaat ergens ook ja. een beetje over schaamte voor wat je eigenlijk moeder soms ja. zei. Ja, maar ik weet niet of ze dit zo leuk is al overleden. Leuk zou vinden om dit te horen. Ja, maar volgens mij praat je ook heel liefdevol over ja, haar. Ja, want ja. dat ik met jou in de kerk stond, heb ik je ook heel liefdevol over je moeder ja, horen zeker. Spreken. Ja. Dus daar zit geen ruis op de lijn volgens nee. mij. Nee. En ik denk dat ieder kind wel herkent dat hij zich af en toe schaamt tuurlijk, voor zijn of haar zeker ouder. In, als je pubert. Ja, ja dat denk je sowieso, ik. Heb je dus het is ook een universeel verhaal misschien ja, wel. Ja, eigenlijk wel. Ja. ja, dan gaan we door met een fragment. Het vaste prik eigenlijk in de Zeevang Special. Het klaphek. En we gaan naar Kees de Wit. Een bekende Volendammer die precies weet wie lief is en stout in de gemeente. En hij vertelt over de prachtige begraafplaats in Etersheim. Zo mensen, kom ik hier bij de begraafplaats in Etersheim, een van de kleine kernen uit onze gemeente. En dan kom ik hier zowaar een oorlogsmonument tegen van Klaas Schipper en Johanna Kuiper. Zij hebben hier in de oorlogsjaren hebben ze talloze Joden van de ondergang gered. Dag meneer. Goedemiddag. Dik knip. Nou, dag hallo. Zeg, u kunt mij hier wel eens wat van vertellen, zeker? U bent Kees de Wit. Ik ben Kees de Wit, ja. ja. Ik zou zeggen, komt u verder ja. op deze begraafplaats? Ik ja. Ben geïnteresseerd in begraafplaatsen overal. Dus nou dat wij een gemeente hebben met 7 begraafplaatsen, heb ik begrepen, ja, ja. ga ik af en toe eens kijken. En nou ben ik hier op dat hele mooie, kleine, indrukwekkende begraafplaatsje ja. in Etersheim. Ja. Zo tussen Oosthuizen en de dijk in. Ja, ja. Goh zeg. Wat is dit mooi? Dit is heel mooi en ja. goed onderhouden. Ja, dat zie ik. Ja. Maar dat zal ik u vertellen, dat komt eigenlijk door mijn zwager. En wie is uw zwager? Mijn zwager is Klaas Groen. Ja. En helaas heeft hij mijn zuster, ja. Krina Groen Knip, heeft hij 2016 moeten wegbrengen. Ja. En sindsdien komt hij hier in het begin dagelijks en daarna wekelijks. Ja. En hij onderhoudt alle graven van de knippen ja. en daar liggen hier vrij veel knippen. Als ik nou zo eens kijk, wij hebben bij ons in het dorp heel veel mensen met dezelfde namen. Maar ik zie hier zeker 10 grafmonumenten ja. met de naam Knip. Ja, dat is ook zo. Ja. Ja, ja, ja. Maar het mooie aan deze begraafplaats, het ligt hier zo vredig stil ja. naast de kerk. Die is niet meer als kerk in Ben. Nee, dat is een woonhuis en ja. het is meteen een bed and breakfast. Ja. Een zeer geliefde bed and breakfast. Ja. Is, meneer Knip, is dit nou allemaal familie van u? Dit is allemaal familie. Ja? Ja, dit zijn mijn opa en oma. Ja? En dit is dan een broer van mijn opa en zijn vrouw. Vrouw? En dat zijn dan waarschijnlijk... De vader en moeder van mijn opa. Ja. Ik heb ze niet gekend. Maar, nee. Wat natuurlijk ook interessant is, deze mensen liggen hier begraven. Ze woonden in Etersheim of omgeving? Of Schardam. Of Schardam. Ja. Nou is in Schardam ook een kerkhofje, ja. maar ze liggen hier begraven. Ja. Meestal kwam dat denk ik ook wel omdat ze zich aangetrokken voelden bijvoorbeeld tot de kerkelijke gemeente hier van Etersheim. Hier naar de kerk. Hier naar de kerk. Ja, die dominee die zal dan gezegd hebben van, dat zijn mensen, mijn parochianen, mijn gemeenteleden. En die mensen die worden dan hier begraven. Ja. Weet je wat mij nou hier ook opvalt? Het zijn verweerde stenen. Ja. Je kunt sommige teksten bijna niet meer lezen. Nee. Wat ik hier nou mis is bijvoorbeeld
een afdeling waar kindertjes begraven liggen. Ik weet niet of dat op de andere begraafplaats is, ik heb het niet gezien. Maar dat wil ik dan toch wel even vertellen tegen de mensen in Zeevang en zo. Op het graf in Volendam hebben we twee gedeeltes voor kinderen. Kleine kinderen die een eigen grafsteentje hebben, maar ook te vroeg geboren kinderen of doodgeboren kinderen, ja. Die liggen bij ons in de Engelenbak. Ja. En die graven die worden niet geruimd. Een bekende Volendammer, ik mag geen naam noemen, die zei eens een keer, ja, hier ligt een van onze kinderen begraven, maar naamloos. Zou het nou niet mogelijk zijn dat wij ook een grafsteentje met de naam van dat overleden kindje erop willen zetten? Ja. Nou, binnen het bestuur hebben we dat besproken, hebben we gedaan. En toen kwam die man, die over de hele wereld gereisd en gezongen had, die kwam naar ons toe en zei die, nou pas is het af. Ja. Ja. En dat vind ik het mooie als je op een begraafplaats bent, en dat is het mooie ook in vergelijking, vind ik, met crematie, je maakt er een punt van. Ja. En het is af, je kunt er wel of niet naartoe gaan, moeten mensen zelf zijn, ja. Maar er wordt een punt gezet. Ja. Van de doden niks dan goed, zeggen ze wel eens, als je een begraafplaats bekijkt of als iemand is overleden. Maar ik heb hier op deze prachtige begraafplaats in Etersheim met Dick Knip gesproken. Nou, van deze levende man veel goeds. Dit was een hele mooie begraafplaats. Edgar Stuurman, ja. Ik ben blij dat je hier bent en dat je hier zit. Ja, leuk. Ik heb al genoeg gehad jou een keer eerder te ontmoeten. Klopt. En was toen gefascineerd door wat jij doet. Je bent kostuumontwerper. Precies, ja, dat ben ik. En uitvoerder. Ik heb een atelier waar ook uitgevoerd wordt. Mm-hmm. En vertel eens meer erover. Want een van de dingen die mij fascineert aan theaterkostuums is dat het moet mooi zijn. Het moet, neem ik aan, ook voor de persoon die het aan heeft, enigszins goed zitten. Het moet functioneel zijn. Dus mijn beroep is eigenlijk heel toegepast. Ik noem het nooit kunst, het is toegepast. Ik bedoel, je moet beantwoorden aan een script, aan een rol die een persoon speelt. Je moet rekening houden met beweging van mensen. Meest extreme geval, neem een danser. Wat een bewegend vak is en stel daar tegenover een zanger die eventueel stilstaat, dat zijn totaal andere eisen die daaraan gesteld worden. Dus eigenlijk de uitstraling van het kostuum en de bewegingsvrijheid, dat verschilt dus eigenlijk van rol naar rol. Ja, absoluut. Maar schrijf je dan, of ontwerp je dan ook dus een kostuum op de geschreven rol? Ja, natuurlijk, ja. Dat vind ik wel bijzonder. Ja, en dan absoluut. Heb je gehele artistieke vrijheid daarin? Nou, nee, tuurlijk niet. Ik bedoel, je hebt ook te maken met decors, met kleur, dat soort dingen. Uiteindelijk vaak zelfs veel minder met de wensen van de artiest. Mm-hmm. Het gaat in samenspraak met het hele team. Ja. Dus de artiest uiteraard, maar de regie, het decorontwerp. Het zijn allemaal elementen die in samenspraak gaan. Waar je als ontwerper rekening mee houdt. Er wordt eigenlijk een totaalbeeld gecreëerd. Ja. Een soort gezamtkunstwerk zou je bijna kunnen noemen. Ja. Ja. Je werkt al 32 jaar samen met Karin Bloemen. Ja. Dat is niet de eerste, de beste theaterdiva. Want dat is echt een multitalent. Ja. Maar ik ben beeldhouwer. Jij bent kostuummaker. Noem je net zelf in plaats van ontwerper. Hè? Je zit vooral beide, in de uitvoering. Beide. Maar je bent beide. Ja. Maar voor haar ben je vooral de maker. Ja, klopt. Jan Arendsen is de ontwerper waar ik 32 jaar mee werk. Maar hij is dus ook al 32 jaar verbonden aan Karin Bloemen. Absoluut, precies. Als ontwerper jij dus als maker. Exact. Maar dat is ook echt iets heel bijzonders. Het is ook een samenwerking. Ja. Is het dan niet te bescheiden dat je dat geen kunst noemt? Want als ik kijk naar wat je maakt bijvoorbeeld, dan voor Karin Bloemen ook noemen, die uitvoerende rol. Hij is toegepast. Ja, ja het is toegepast. Het blijft toegepast. Ja, dat heb ik net uitgelegd. Ja. Nou, dat heb ik begrepen, maar ik vind dat toch ik vind dat heel bescheiden. Want als ik het ook zie, want Sven Ratske, die komt ook, daar hebben we het straks ook over in Kerk Beets, maar ja, is ook iemand die draagt bijzondere kostuums en die heb jij ook ontworpen. Die heb ik ontworpen, ja. Ja, Karin dus, nogmaals voor de duidelijkheid, Jan Arendsen, daar ben ik uitvoerder van. Sven, daar heb ik inmiddels al een hoop kostuums voor ontworpen, ja. 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 Als ik aan Karin Bloemen denk, ik ben beeldhouwer van beroep, die zijn bijna gemodelleerd. Dat zijn echt extreme, enorme ontwerpen, weet je, die echt gewoon
bijna, het zijn gewoon beeldhouwwerken bijna. Ik heb altijd een link gelegd naar architectuur, omdat dat mijn tweede passie is. Maar ik denk dat het vergelijken beeldhouwwerken nog meer opgaat. Ja, absoluut, ja. Ja. Hè, corsetten die iemand behoorlijk in een vorm duwen, dat is wel een van mijn specialiteiten. Daar ben je inderdaad eerder aan het beeldhouwwerken. Hoewel dat stukje architectuur ik er altijd bij gehaald heb, omdat het constructies zijn. Ja, absoluut. Ja. Persoonlijke vraag dan, Karen Bloemen, die ken ik eigenlijk alleen maar van kleurrijke, wilderige kostuums. Is dat dan ook iemand die dan thuis gewoon in een volle trui op de bank zit in de spijkerbroek? Ja. Of is dat? Ja. Ja? Ja. Ze komt regelmatig bij mij op het atelier, komt ze doorpassen, gewoon in iets doodsimpels, zonder make-up. Vaak als ze uitgewerkt is, met haar in een staartje. Geen haarstukken, geen pruiken, geen make-up. En op een andere dag komt ze net terug van een fotoshoot. En dan is ze in full make-up, komt ze binnen. Ja. En ja, dat is natuurlijk na 32 jaar een beeld waar je gewend aan bent. En wat me ook niets meer verbaast. Leuk. Het zijn uitersten. Ja. Ja, als ik denk aan je werk voor de culturele commissie, zie je in de toekomst ook nog wel iets gebeuren dat Karin Bloemen misschien daar iets zou kunnen doen? Dat heeft ze al zoveel gedaan. Oké. Okay. Ja. Heeft al, ik dacht dat het drie keer zeker, ja. Heeft ze een eigen show gegeven en haar man heeft een eigen band. Een jazzband. En daar is zij, voor de corona, is ze leading lady van geweest. Dus toen ging het eigenlijk om de band van haar man. Maar zij was wel de zangeres. Dus vier keer uiteindelijk heeft ze bij ons opgetreden. Oh ja, dan is het vier keer, ja. En dit jaar, dat moeten we nog ergens tussen zien te proppen. Wil ze graag bij ons komen met een aantal leerlingen van haar. Die we dan gezamenlijk een podium gaan geven om voor een publiek op te treden. Ja, ja, het is een prachtig brugje naar Corinne. Precies. De kerk Beets, de kerk van Beets. Waar Edgar dus ook mee programmeert samen met Marjan, zoals eerder benoemd. Ja. Ik heb het genoegen gehad om daar ook te mogen spelen afgelopen zomer. Dat is een unieke locatie met een bijzondere akoestiek. Ja, dat en is het zeker. Ja. Als ik kijk naar jullie programma, vertel eens wat over jullie programma. Nou, ik zal eerst eens even laten zien wat we vorig jaar hadden. Dit is dus grotendeels de mist ingegaan vanwege corona. En nu hebben we, dit is dus de gewone normale flyer die we altijd hebben. En dit is de lange flyer. Van dit jaar. Dus van dit jaar. Ja. En dit, en wat ik het mooi is vind, eigenlijk twee uitvoeringen per maand. Maar we zijn van de zomer eigenlijk doorgegaan, omdat zoveel mensen niet konden optreden. En er zijn hier ook mensen van die dan weer op deze flyer staan, omdat ze terugkomen. Ja. En daarom hebben we nou ook zo'n groot programma. Ja. En dus ook graag terugkomen. En want heel graag Frank terugkomen. Frank zegt een unieke locatie, maar het is ook echt een unieke programmering met vrij grote namen. Want dat is ook wel iets wat ik zie bij jullie. En ik vroeg me af of dat nou bewust was. Of dat het gewoon smaak was. Of dat keuze eigenlijk is. Dat als je kijkt naar de gemeente. Waar we dus naar gemeente Edam-Volendam. En dan vind ik jullie echt iets toevoegen aan. Er is een breed aanbod. Maar jullie maken bepaalde keuzes artistiek gezien. Is dat heel bewust gedaan? Ja, dat zijn wel de artiesten die we graag zouden willen hebben. Ja. En ook hebben. En ook hebben. En daar dus alles voor doen. Ja. Om die in de kerk te krijgen. Ja. En het liefst benaderen we ze ook zelf. Mm-hmm. Maar we maken ook wel gebruik van artiestenbureaus. Of er zijn ook mensen die zich aanbieden. Dus gaat het dan ook mond op mond, hè, onder de bekendere namen in de theater- en muziekwereld? Ja. Dat ze zeggen, hè, dat is ook een fijne plek om te spelen. Ja, en ik merk ook dat als mensen eenmaal bij ons geweest zijn, dat ze ook dolgraag weer terug willen komen. Ja. Dus het is gewoon altijd heel gezellig. Ook erna blijven ze nog zitten. Ja, want en dan, wanneer kunnen we weer? Ja, ja, dat willen we dus ook niet. Ja. Dat hadden we twee weken geleden nog met Maria de Fatima. Ja. Een zeer bekende fado-zangeres. Die hoorde de akoestiek van de kerk en die vond het waanzinnig. En heeft uiteraard a cappella gezongen. Zonder versterking of wat dan ook. En hetzelfde is gebeurd met Amy Egberts. Dat is de dochter van Janke Dekker en Tom Egberts, de sportjournalist.
Die heeft een klassieke operaopleiding gedaan en die heeft vorig jaar het programma een moeder-dochterprogramma was dat, gespeeld, waarin zij de opleiding zette tegenover haar moeder als musicalartieste. Maar Amy vond de akoestiek zo prachtig. Die heeft gevraagd... Dat wilde ik net vragen. De akoestiek is zo mooi. Ja. Want je zag die vaderzangeres zonder versterking. Ja. Die Amy operazanger dus Amy ook. Zonder versterking, ja. En het leuke is, Amy heeft speciaal voor de kerk... Het is niet eens een greep uit het repertoire van dit jaar wat ze doet... Maar ze heeft speciaal... voor de kerk samen met Wiebe Pier Knossen een programma gemaakt voor die middag. Oh. Eenmalig. Eenmalig was dat, ja. En merken jullie ook dat er voornamelijk mensen vanuit de zee van komen naar het kerkje toe? Of ook daarbuiten? Is het bereik zelfs groter? Want ik kan me voorstellen, als je grote namen programmeert, dat ook het publiek ook van buiten de gemeente komt? Nou, we hadden hier bij Maria de Fatima een stel... wat uit Rotterdam kwam, want die jongens zijn nou mijn vrouw en die... Zus was het. Nee joh. Maakt niet uit. Maar in ieder geval, iemand was jarig en die kreeg dit aangeboden als een verrassing. En die kwamen uit Rotterdam speciaal. Maar dit is wel een goede vraag. Ja, maar heb ik niet helemaal goed. Hoe ver gaat dit? Hoe bedoel je? In de publiciteit. Want dit komt niet aangeplakt in Rotterdam bij de Albert Heijn. Nou, dat weet ik wel hoe het werkt. Het impresariaat waar Maria de Fatima onder andere onder valt. Barry Stevens valt daar ook onder. Vele anderen nog. Die geven zelf hun flyers uit. En die liggen in alle theaters in Nederland. Dus die impresariaten, die nemen ook hun eigen PR zeer serieus. Nee, zeker niet. Nee. Maar dat is toch een afgelegen plek, hè, relatief. Dat men toch wel daar dusdanig mee bekend is dat ze graag komen van ver. Ja, nou, ik denk wij hebben nu ook kunnen zien, hè, de grote kerk van Oosterhuizen. Ik denk, niet per se tegen de verwachtingen in, maar het was bijzonder druk. Ja. Want wat vermoed je ongeveer, Patricia, hoeveel mensen er zijn dat geweest? Dat vind ik moeilijk. Wat kan pas zo 100 of meer dan? Ik denk meer dan 100 hoor. 140. Ik neem elke kunstenaar zelf die daar exposeerde, nodigde weer vrienden uit. En ik was zelf verrast wie er allemaal kwamen van kennissen van mijn kant, vanuit alle omstreken, niet alleen maar hier vanuit de buurt. En dat zijn 10 kunstenaars. En als je al de 10 zoveel vrienden uitnodigt, kom je al. Plus alle mensen uit Warden en de zeevang. Ja, blijkbaar heeft de zeevang ook wel goud in handen. En de kerk is, denk ik, culturele commissie van Oosterhuizen. Maar de zeer actieve culturele commissie van Beets. Dan merk je toch wel dat jullie gewoon publiekslievelingen zijn. Dat vind ik leuk hoe je dat formuleert. En ik denk ook dat met zo'n programma, deze acts, dit zijn namen die mensen echt, daar willen mensen graag ook die afstand voor reizen. Ja. En als ze dan in de kerk komen, dan komt dat helemaal goed. Dat blijkt. Ja. Wat zijn nu voor aankomend jaar de twee highlights? Wat zijn nou de highlights dat je zegt twee van highlights. Nou, die moet je echt zien? Het is dus ook wel laten zo. Laten we even beginnen met die John Rinaldi. Okay, dat is een Amerikaan, die is hier helemaal niet bekend. Die woont in Beets. Hij is daar zangleraar. Maar zijn achtergrond is de echte traditionele Hollywood cabaret. Dus denk aan Liza Minnelli en dergelijke. Dat is het eerste wat na uitzending van dit programma 31 oktober... te zien is, wat ook nog een highlight wordt. We hebben de wordt. Donderdag nog hier tussen. De Paul van nog Vliet, kort. We krijgen nog één tip. Eén tip. Nou, vooruit. Ja. Doe Sven maar Sven. Ja. Die, dat is een grote. Die speelt op Broadway. Die speelt in Londen. In Duitsland was die, hij is half Duitser. Was die eerder bekend dan in Nederland? Een hoop mensen die zeggen, hè, Sven Radke, wie is dat? Nou, dat is een absolute aanrader. Google het desnoods. En hij is al bij ons geweest. Behalve goede bestuursleden zijn jullie ook enorme goede promotors. Leon, jij vertelde ons dat ook jouw dochter, de appel valt niet ver van de boom, ook voor de muziek heeft gekozen. Nog sterker, jullie beide dochters hebben gekozen voor de muziek- en theaterwereld.
En die hebben ook ooit opgetreden in het kerkje in Beets, maar dan via een livestream. Ja, tijdens corona. Mijn oudste dochter heeft met de pianisten samen een livestream gedaan. In de tijd dat er in de eerste lockdown, denk ik, was dat het einde van de eerste lockdown. Ja, klopt. Ja. Ja. Ik was er ook bij. Het was heel erg leuk. Ja. Heel sfeervol. Prachtig. En bijzonder mooi dat het kerkje ook niet stil zit in zo'n... Nee, dat vonden wij ook echt geweldig. Ja. En het was voor haar ook fijn, want ze kon dat ook weer gebruiken. Ze heeft het ook weer de opname weer gebruikt om in Londen weer ergens te streamen. Oh, mooi. Oh, leuk, ja. Mee te nemen met een andere organisatie. Dus dat is zeer van pas gekomen. Ja. Ik wil je vragen om iets te spelen, maar deze javelheer weet veel meer van muziek dan ik. Ja. Net hebben we een voorproefje gehad en we gaan nu luisteren naar het geheel. Le Rossignol en Amour. Van François Couperin. En goed vertaald, na mijn slechte uitspraak in het Frans, is dat de verliefde nachtegaal. Mooi instrument zo. Dankjewel, Leon. Dankjewel. Wie ook nog steeds enorm verliefd is, dat zijn Jur en Annie. En Jur en Annie zijn twee markante dorpsfiguren in Oosthuizen. Dus in de zeevang, in de mooie zeevang. En Annie maakt ook de meest mooie schilderijen. Vanaf nu in de Zeevang Special zullen we elke keer een minuutje krijgen te zien van Jur en Annie de Vries. Ik doe van alles. Schilderen, tekenen. Ik geef workshops met schilderen. Ik maak muurschilderingen ook. En op scholen ben ik ook vrijwillig. Hè? Ja. Ga ik met de kinderen dieren natekenen en schilderen. En wat doe ik nou weer? Kalligraferen. Jur, die hebt een vrouw, die heeft jou geschilderd. Ja. Die heeft jou echt... Ik heb geen vrouw die mij zomaar even nageschilderd heeft. Ja, dat dus moet zit, nog, hè? Daar zit toch wel heel veel liefde in, vind je niet? Ik kom in ieder geval niet in het vergeten, hoekje. Nee. Dat staat vast. Dat is mijn mini-tuincentrum hier. Je mini-tuincentrum? Ja. Nou, vertel eens wat... Ik verkoop allemaal planten ook. Ja? Ja. En dan kunnen ze zelf uitzoeken. En geld in de brievenbus. Oh, je hoeft er niet eens bij te zijn? Nee hoor. Als je niet thuis bent, gaat de omzet gewoon door. Ja, tassies hangen er ook. Ja. Om ze mee te nemen. Dit is al een heel eind. He? Dus hier vermaak je je eigen wel mee hoor. He? En ik zit gewoon in de kamer, want ik knap hem gewoon aan een stoelpoot. Ja, hij zit ook wel eens in de kamer, hè? Te breien. Ja. Ja, ja, natuurlijk. Het kind? Ik knoop hem gewoon aan de stoelpoot. Van de tafelpoot. Ja, heel goed punt. Maar ja, ik heb nou een hele kamer ingericht. Voor van alles en nog wat. Spinnen, schilderen, wat nog meer.
glas graveren doe ik ook. T-shirten beschilderen. Ja, maar nou ja, dat wist hij ik al. Heb de verf. Vooraf van deze opname hebben we ook de beeldentuin bezocht van Diek en Joke. Dus Diek, ik zou je eigenlijk willen vragen. Als mensen bij jou langskomen en ik las het Wadden Goudje. Dat is natuurlijk de belangrijkste krant van Wadden. Van Wadden. Ja. En daar stond ook in van als mensen langs wilden komen, ja, dat het ook gewoon mocht. Ja. Wat krijgen ze dan te zien? Nou, als het goed is, een hoop verwarring. Hè? En verwarring waarin? Want ik weet dat er een bepaalde dualiteit is in jouw werk. Tussen ernst en lichtheid. Ja, dat zit er sowieso in. Ik neem mijn vak heel serieus. Ik ben over het algemeen ook heel lang met één ding bezig. Maar ik sta mij wel toe om wat geintjes tussendoor uit te halen. En af en toe een beetje door de tuin te huppelen. En links en rechts is een objectje los te laten. En dat zijn een soort tuinkabouters, zou ik zeggen. En die functioneren ook zo. Die houden de slakken uit elkaar en die zorgen dat de egels geen ruzie maken. En die begeesteren dus de tuin op hun eigen wijze. Maar dat heeft weinig met mijn serieuze werk te maken. Je beschrijft het tamelijk abstract. Ik denk dat diegene die naar deze uitzending kijkt er nog geen beeld bij hebben. Ja. Maar ik heb monumentale bronzen beelden zien staan. Ja. Maar ik heb tegelijkertijd ook kleine, geboetseerde werkjes. Ja. Waarbij je zelfs sprookjes hebt geschreven. Nou ja, ik had een keer een studie gemaakt in klei. Dat doe je dan. Als je voor, soms weet je niet precies hoe je het moet. En dan ben je een beetje aan het rommelen. En dan heb je een klei model gemaakt. En ik had klei over. En in de melige bui heb ik al die klei die over was zo'n beetje aan zitten frummelen. En dat werden een beetje beestachtige dingen. Niet echt een koe of een, maar iets onduidelijks. Monstertjes. Schildpadjes. En nog meliger daarna heb ze laten bakken. Dus die zijn nog waterbestendig ook. En dan had ik hier staan en denk, ja, wat moet ik er eigenlijk mee? Want ik neem het niet zo serieus. En toen ben ik daar. Ik moet even duidelijker maken. Ja, want moet ik het vertalen? Ja. Kijk, zijn de bronzen beelden dan de ernstige beelden? Ja. En zijn die klei. Ja, divertimenten. Grapjes. Ja. Dan de lichtheid. Ja. Of zit er ook een ernst in de grapjes? Nou, nee. In zoverre dat ik hecht daar geen belang aan. Maar ik heb ze met veel plezier gemaakt. Maar ik kwam wel tot het punt dat je denkt, wat ik hier nu ook in Oosthuizen toch heel vaak zie. Mensen komen kijken. En die kijken heel vluchtig naar dat schilderij of naar wat te zien is. En die lopen heel snel naar de titel. Je wil heel gauw kijken, je wil een bevestiging hebben of je wil uitleg hebben over wat ze zien. Ze zijn eigenlijk bang van waar ze naar kijken. Ja. En ze willen antwoord hebben voordat ze iets bekeken hebben. Ze willen duiden. Ja, en daar ben ik toch langzamerhand, omdat ik een beetje een oudere man word, een beetje grimmig in geworden. Ga nou eerst eens goed, neem nou even 10 minuten de tijd, er is er misschien een maand aan gewerkt aan dat ding. Zoek het even rustig uit wat je ziet. En wees niet bang voor wat je ziet. Ik heb toen voor die beestjes hele sprookjes verzonnen, geschreven. En het idee was dat je dat beeldje apart zet met een vergrootglas erbij. Dat je heel goed naar dat beeldje kon kijken. En dat beeldje. En daar zo'n lap tekst als titel naast. ik zal je, godverdomme. Als je dan zo'n hoog die titel hebt, dan ga je ook maar met die titel aan de gang. En dus dat spel tussen beeld en verhaal en betekenis en omkeringen en wat is nou belangrijk en waar kijk ik nou naar, heb ik daar een beetje in gedaan. Maar nog bewust, steeds met tong in cheek. Maar bewust om mensen op het verkeerde been te zetten, want tijdens ons interview heb je ook tegen mij gezegd, ik wil soms gewoon een soort luikje even uit de werkelijkheid te kunnen ontsnappen. Ja. Het luikje gaat twee kanten op, hè. Van de ernst naar de luim, zoals ze dat zo mooi zeggen. Mm-hmm. Maar ook andersom, dat je dus wel eens veel te luchtig dingen maakt, maar dat je in feite wel met iets heel ernstigs bezig bent. Maar daarom vroeg ik ook net aan jou, zijn de grapjes soms ook ernstig? Ja. Wat ik nu in de kerk heb staan, het zijn bijna allemaal ernstige dingen. En die heb ik ook een beetje uitgekozen, omdat het over de kerk gaat. Dus er zitten heel veel dingen in die een beetje introspectie verwachten, of die een beetje proberen om te peilen
Waar gaat het om? Wat is? Ik heb één beeld bijvoorbeeld, wat ik Instinct und Gewohnheit genoemd heb. Het boek wat erbij staat, heeft die titel. En ik heb twee schoenen, ooit helemaal nieuw gekocht. Die heb ik helemaal afgetrapt en kapot gemaakt, in het water gelegd. Net zolang totdat het hele versleten schoenen waren. En daar heb ik twee kompassen in gedaan. Dus die zitten in zo'n koperen lus. En die staan ook scheef. En als je dan die titel erbij neemt, dan gaat het er eigenlijk over, ja, welke kant gaan we op? Wat is de richting die ik moet lopen? Wanneer lopen we alleen maar uit gewoontes die kant op? En wanneer doen we dat instinctief? En wat is nou, hoe bepaal je levenspad als het ware? Dat is een tamelijk ernstig ding. Maar ook tegelijkertijd is het zo'n vorm gegeven, denk van ja. Dus het is ook wel een beetje iets luchtigs aan. Maar ja, dat is mijn spel. Dat vind ik interessant om te spelen. Maar er is al heel veel mee gelopen dus. Nee, geen meter. Nee, maar je bedoel zegt, je met de schoenen? Door die schoenen, ja, zou je denken, ja, dat er al heel veel, ja, mee gelopen, ja, is. Ja, 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 ja. Je bent altijd onderweg. Ja. Hey, dat ding wat ik onderweg genoemd heb, met die kaart, dat gaat er ook over. Van, nou ja, hoe zoek je, ja, je pad? Okay. Wat is de rechte weg? Hoe oriënteer je? Wat is... Ja. Wel, dat is perspectief. Ik gleed er bijna over uit. Ja, kijk, het gedonder al. Ik denk dat het verstandig is om ook te gaan kijken naar het filmpje. Het is denk ik een mooie ontmoeting met twee makers, maar dus ook partners in de kunst. Kun je ook achterom? Ik denk dat we achterom gaan. Wat ontzettend lief. Alsjeblieft. Kijk nou toch. En die is voor jullie samen. Kijk. Hartstikke leuk. Dankjewel. Alsjeblieft. En ik zie ook weer dat er weer ander werk staat ook eigenlijk. Nee, dit zijn grapjes. Maar ze zijn wel lekker oer. Ja, maar die koe is ook van die soort. Ja, het is allemaal in één keer, in één middagje. Die andere beestjes. Ik heb er merkwaardige verhalen bij geschreven. Ja, later. Ja. En een klein tipje van de sluier, van het verhaal? Ja, dat kan ik je een keer opsturen. Maar, en toen heb ik het ook overdreven. Want toen dacht ik van, weet je wat, van deze flauwekul gaan we mega flauwekul maken. En als je iets exposeert, je kent het zelf, je loopt door een museum en 9 van de 10 mensen die kijken met een halve seconde naar het schilderij en dan gaan ze kijken wat de titel is. Hè? Precies, ja. Precies. En ik dacht, weet je, ik ga de boel omdraaien, dit stelt niks voor, maar ik ga zo'n uitgeprint verhaal als titel ernaast hangen, snap je? Van, ik zal jullie. En de boel een beetje omdraaien, dus dat dit een soort illustratie is bij een sprookje. Je zou het bijna dan met zo'n inderdaad een uitschuiven, zeg maar, zo'n plankje wat aan de muur bevestigd is en daarna het beeld op zit. Dat op de plek waar de titel... Oh, echt waar? Maar jullie zijn beide heel lang werkzaam geweest. Verbonden aan de Academie Verbeelden vond ik me heel lang werkzaam geweest als docentopleider. Ja. En Joke, jullie zijn tegelijk begonnen daar ongeveer? Yeah. Ja, ik denk het wel. En hebben jullie daar ook elkaar leren kennen? Nou, we hebben elkaar leren kennen. Je groep staat open, schat. Ja. Lekker hoor. Maar hoe hebben jullie elkaar leren kennen? Die studenten gingen op excursie. Elk jaar gingen ze op excursie om kunst te kijken. Ja, en we gingen gewoon dat jaar naar Rome. En daar... Ik ging als begeleider mee en die ging als begeleider mee. Ja, en dan kom je elkaar tegen. En toen ben ik met mijn hoofd op het dijbeen van Joke terechtgekomen. Ja, al vleiend in het gras. Ja. Ik was het vergeten, maar dat is waar. Hey, over liggen in het gras. Een van de beelden die me enorm is bijgebleven dat ik hier de eerste keer was, is dit beeld eigenlijk. Misschien dit even kort moeten inleiden, want ik vind het een... zeg maar alleen al zonder inleiding of zonder verhaal vind ik het eigenlijk al een prachtig mooie sculptuur. Nou ja, kijk, die steen, als wij op vakantie waren, dan hadden we ook de neiging om overal stenen vandaan te sjouwen. Ja. Met zo'n rugzak door de beek lopen en voor je het wist hadden we allebei een rugzak vol met stenen. Maar net zoals die enorme kei daar ook. Ja. En deze was daar deel van. Dus til het maar. En dat ik dan dit je thuis liggen, wat doe ik ermee? Daar heb ik wat oor eruit gehakt. Als een soort kussen. En zo'n oor, dacht ja, dat vind ik wel een poëtisch iets. Dat je op een kussen je oor te luisteren legt.
Mag ik hem proberen? Hé, hey, er zit wel echt een gaatje in. Ja, ja. Er zit wel echt een gaatje in. Luister, hè. Kijk of het gras hoort groeien. Oh, dat is wel mooi zo. Je snapt, ik ga de meest brutale vraag ooit stellen. Zouden jullie, net als toen, in Rome, één keer met elkaar dan hier straks willen liggen? Nee, ja, maar alsjeblieft. Joke zei net van de lucht. Ik zie hier letterlijk de lucht. Ja. En ik zie nu letterlijk de lucht ook. Ja. Nou, dat is de bedoeling ook, hè. En, nou ja, goed. Ik speel ook met een soort... tegenstelling. Hè? Als je een vogelvleugel uithakt, precies, van steen, ja. Ja. En een vleugel is om te vliegen, maar steen vliegt niet natuurlijk. Dus dit is ook een laat ik eventjes overdreven gesteld, een liedje van verlangen. Hè? Ik heb het ook een beetje de pathetische titel gegeven, ter aarde, opnieuw en opnieuw en toch. Dat is de titel eigenlijk. Het streven om toch weer de lucht in te kunnen en je zult elke keer weer neerploffen. Diep van binnen ben ik een serieus mens. Ja. En ik trap wel in de val van de ironie. Want diep van binnen maak je ook verdomd mooi werk, overigens. Ja, maar ironie is een beetje de ziekte van de 20e eeuw in zo'n stage. Ja. Alles moet altijd een soort kattenluikje hebben om van het serieuze te kunnen ontsnappen. En dit is dan zo'n kattenluikje. Ja. Maar het gebouw wat ik baken is wat anders dan een kattenluikje. Lees het net af. Hé, hey, zou ik je nu iets gek zeggen? Mm-hmm. Dat ze hier stonden. Weet je dat ik helemaal niet wist dat ze bij elkaar hoorden? Ah, okay. Ik vond ze afzonderlijk van elkaar. Ja. Het viel me wel op dat ze nagenoeg dezelfde hoogte hadden. Ja. Maar ik heb geen moment nagedacht dat ze ook iets met elkaar doen. Maar nu ze bij elkaar staan, het heet de kus. De kus is het. Het leuke is, waar dit nou mee begonnen is met dit ding. Het glas. Het glazen object. Ja, ja. Nee, dat hebben we toen we hier net woonden met de rommelmarkt, met de kermis. Dus dit is een objet trouvé. Ja. Ik wil jullie bedanken voor de ongelooflijk mooie ontmoeting. Ja. En ik wil jullie bedanken dat jullie een stukje van jullie... makerschap en partnerschap aan ons hebben laten zien. Dankjewel. Meer muziek, daar gaan we naar luisteren. En daar gaan we ook over praten met Leon. Leon, jij geeft 1 dag per week les. En ja, de rest van de week ben je uitvoerend muzikus. Ik was heel benieuwd eigenlijk hoe jij het afgelopen anderhalf jaar corona hebt ervaren. Nou, er was van alles aan de hand natuurlijk al. Ik was in Italië. Eigenlijk toen het daar ook al begon. Waarschijnlijk heeft mijn vrouw het daar al opgelopen. Hm? En wij kwamen terug. En ik was verder gezond, was geen probleem. En we waren net aan de generale bezig van Mahagoni bij de Nederlandse Opera. En om 2:30 stonden er allemaal telefoontjes op de lessenaars vanwege de persconferentie. Eigenlijk tijdens de repetities, wat we natuurlijk helemaal niet mogen. Maar we voelden wel aan dat het gewoon echt fout zou gaan. En om 5:00 kwam Sophie de Lint voor de orkestbak staan en zei, jongens, helaas, het is einde oefening. En toen was het nog zo van, oh nee, dan wachten we 2 weken en dan doen we dan de première en zo. En echt toen was dat nog zo, maar goed, dat was de eerste lockdown. Mm-hmm. Dus dat was best wel heftig. Na de eerste lockdown zijn we eigenlijk gewoon begonnen in september met voortdurend bijna elke week iets te maken. Het zij een radioopname voor Radio 4. Of een stream, een livestream. Ook bij de opera zijn er andere producties gemaakt. Er is enorm veel geïmproviseerd. En nu zijn we eigenlijk weer gewoon begonnen. Ik werk in het Nederlands Philharmonisch Orkest, het Nederlands Kamerorkest. En dat is een orkest waarvan de beide orkesten vaste begeleiders zijn van de Nederlandse opera. En daarbij ook onze concertseries hebben in het Concertgebouw. En ook trouwens, we hebben ook de taak om Alkmaar en Haarlem te bedienen. Ja. Dus daar spelen we ook regelmatig. Als ik dat hoor, dat is volgens mij een heel druk bestaan. Ja, ja. Maar dat is ook al heel lang zo en daar ben ik wel aan gewend. Het is nu wel weer even wennen na al die rust. Het is nu wel weer even zo, waardoor je elke dag aan de gang. Ja. En,
wat ik altijd interessant vind bij als je muziek maakt en dat iedere dag doet. Vind je het nog steeds als je wakker wordt dat je denkt van muziek is het allermooiste wat er is? Ja, natuurlijk. Ja, nee, als ik niet meer het gevoel heb dat ik, als ik het podium op ga, dat ik in mijn eerste jeugdorkest zit, Noord-Hollands Jeugdorkest, waar ik begonnen ben ooit. Dan, als ik dat niet meer zou hebben, dan zou ik stoppen. Nee, ik kan het ook prima vinden met de allerjongsten in het orkest. Want die zijn dan net zo dol enthousiast als ik dat ben. En mopperen, als je gaat zitten mopperen, dan moet je wat anders gaan doen. Ja. Dat vind ik. Moet je wat van je leven maken, hè? Ja. Ja. En een beetje aanhakend daarop ook, weet je, in de muziek, je wordt ouder, je wordt meer ervaren, dus je gaat ook anders kijken naar de stukken die je speelt. Mm-hmm. Is dat zo? Is het zo dat je stukken die je in je jeugd misschien voor het eerst speelde, dat je die nu met een andere blik aanvliegt en denkt van, hé? Ja, absoluut, natuurlijk. Ja, er komt steeds meer verdieping in, steeds meer begrip. Je ziet dat bij dirigenten ook, hè. Dirigenten is dat helemaal zo, die worden eigenlijk pas goed als ze ver over de 60 zijn. En dan, hoewel wij net een piepjonge nieuwe chef dirigent hebben, ja. Lorenzo Viotti, en die is 31 en die kan het. Mm. Ja, ja, echt waar. We hebben net vorige week de seizoensopening gedaan en dat was heel bijzonder. Dus, je vertelt dat je zelf ook wel eens dirigeert. Ja, klopt. Is dat dan, hij is dan heel jong, je zegt van meestal een dirigent is wat ouder, maar heeft het dan te maken met een heel goed overzicht van alle verschillende instrumenten, alle verschillende partijen? Of nee, ik denk dat alle jonge dirigenten heel erg precies goed weten wat er in de partituur staat, maar gewoon nog niet in staat zijn om, hoe moet ik dat zeggen? Kijk, de kunst is om van dode inkt vloeibare en hoorbare muziek te maken. He, dus dat is, en daarbij moet hij in staat zijn, en wij ook, maar vooral hij moet in staat, of zij, want we zijn ook heel veel vrouwelijke dirigenten tegenwoordig, en die komen ook heel vaak bij ons, dat vinden we ook heel geweldig. De bedoeling is dat zij in staat zijn om ons vloeibaar te maken. Dus dat betekent dat zij in hun hoofd ook niet meer via kantoortjes, via de intonatiedienst en de ritmepolitie proberen die muziek goed te krijgen. Want ze in staat zijn om het beste uit ons te halen. Dus ze moeten gewoon ontspannen zijn. En als je dat niet bent, want dat is eigenlijk alles, bij het alles natuurlijk zo. Als je ontspannen bent, dan gaat het goed. En als je gespannen bent, ja, dat gaat natuurlijk niet werken. Hè. Dan, je hebt in een orkest natuurlijk 90 mensen voor je neus. Ja. En je hebt ze niet allemaal achter je staan. Dat zou wel heel fijn zijn. Ja. Ja. Maar goed, inderdaad wel die dynamiek inderdaad onderling tussen al die spanningen en de positieve en negatieve, dat resulteert natuurlijk in dat mooie werk. Jij hebt het net over die ritmepolitie. Ik vond het mooi om te zien dat jij dan in je eentje speelt en dat het inderdaad dan zo prachtig in de ritme zit. Ik ben zelf popmuzikus en dan zijn er wel eens mensen die wil je dan met een stok op de vinger slaan van hey, in de maat blijven. Maar je gaat nu ook een prachtig stuk spelen, ook in je eentje, een beroemd stuk van Debussy. Ja, het is raar om een stuk te spelen waar andere mensen bij moeten zijn en die er dan niet zijn. Ja, natuurlijk, maar... Ja. Je vroeg iets aan het begin over mijn kind. Mijn dochter heeft hier ook nog een prachtig kwartetconcert gegeven. Mijn oudste dochter is violiste en die hebben een heel succesvol strijkkwartet, maar die zijn gebeest in Londen, want zij woont in Londen. Het is overigens nu hier, maar dus die hebben hier ook al vaak gespeeld in de regio. En hier ook in het, en ik meen me te herinneren zelfs dat Wim dat gefilmd heeft. Wim, Ik zie een duim omhoog. Ja. Nou, ik wil heel graag horen wat je voor ons wil spelen. Maar ik ben ook bijna net zo benieuwd hoe de gesprekken aan de keukentafel bij jullie gaan als die meiden dan van thuis zijn en overal vandaan komen, uit Londen en van de opleiding. Ja, zeker. Maar ik denk dat we vooral je muziek willen horen, Leon. Kun je dat over vertellen? Want dit is een bijzonder stuk. Ja, er zijn, ik ga spelen Syrinx op Amsterdam, wat je wil. Van Claude Debussy of Claude Debussy. Debussy, ja. En dat is een solo werk voor fluit. Het enige solo werk voor fluit uit het impressionisme, zeg maar. Wat hier gebeurt in dit verhaal is dat de god Pan, de bosgod Pan, dat is zo'n man met bokkenpootjes en horentjes en... die over het algemeen, ook in het andere beroemde stuk wat ik altijd speel, Préludes l'après-midi d'un faune van Debussy, dat is daar gaat hij eigenlijk achter die nymfen aan. Hij wordt ook vaak in de kunstgeschiedenis afgebeeld met een fluit.
Precies. En dat heeft ermee te maken dat hij gaat achter die nimf aan. Die nimf is natuurlijk, heeft daar helemaal geen trek in. En die rent en die rent en hij erachteraan. En dan komen ze aan de rand van een watertje. Dat zou hier kunnen zijn, in de zeevang. En daar staat allemaal riet. En zij springt in het water. En hij is heel erg verdrietig. En het enige wat hij nog kan doen, is de rietstengels pakken en er een panfluit van te maken. En zo is het ontstaan van de panfluit. En daar zit dit stuk dus ook in. Prachtig. Ja, mooi. Het ritme is ook zo moeilijk. En het verhaal erbij. Ja, is ook zo mooi. Ja, dat is het. Ja, dat is het. Dat staat dat hij het net heeft laten zien. Mooi, hè? Maar ook het sferische beeld, weet je, wordt opgeroepen, is echt heel knap. Bedankt, Leon, voor de prachtige uitvoering. Ja, we gaan richting de afronding van dit programma. We hopen dat jullie veel hebben mee kunnen geven over de kunst en cultuur uit de zeevang. En ja, we gaan eruit met nog wat tips. Edgar? Ik heb zeker een tip. Kerk Beets geeft aan jonge mensen ook een podium. In dit geval aan de Paul van Vliet Academie. En we proberen dat maandelijks één keer te programmeren op een donderdag. En ik meen dat we donderdag de 21ste, als dat op de 21ste valt, van start met hun gaan. Mooi. Meer info op kerkbeets.nl. Supermooie tip. Dank voor de tip. En over jonge mensen die een podium verdienen. Ik kijk nu in de camera en achter de camera staat Bob Doets. En Bob Doets is fotograaf des Waterlands geworden.
En dat is iets ongelooflijks moois en ook iets ongelooflijk terechts. Dus Bob, zou je misschien heel veel bij ons aan tafel willen plaatsnemen? Bob, zou jij ons kunnen vertellen wat je van plan bent als fotograaf des Waterlands in vogelvlucht? Neem ons even mee. Ja, nou, mijn idee was om iedere maand een foto te maken in de regio Waterland. Maar dan de maand te combineren met het sterrenbeeld van die maand. Dus de foto te combineren met het sterrenbeeld van die maand. En oktober heeft weegschaal. Die foto... Kan je daar iets over vertellen? Want volgens mij heb je die foto al gemaakt. Ja, afgelopen donderdag 7 oktober heb ik die foto gemaakt. En dat was in de visafslag, want ja, daar staat een weegschaal en... Er waren ook andere mensen in de foto betrokken. En, letterlijk de weegschaal. Maar juist de andere mensen die betrokken zijn in die foto. Vertel. Nou, aan het eind van de maand is er een onthulling. En daarbij wordt een performance gedaan. En daaronder zit ook dans. En ik heb die danseres gevraagd of zij als weegschaal wil staan in die foto. En dat wilde ze heel graag. Dus ik heb haar gebruikt als weegschaal. En een aantal oude mannetjes heb ik van straat geplukt. En die heb ik op de banken gezet, alsof zij bieden op de vis. En zij geeft dan een demonstratie van hoe een weegschaal eruit ziet. En ze staat in balans op de spitsen. En, ja, nou, je begrijpt, je maakt ons super nieuwsgierig. Ja, maar ik denk dat we hier een apart item een keer van moeten maken. Ik ben er heel blij mee. En ik kan me voorstellen. We gaan eruit, maar niet... zonder aan te kondigen wie hier de volgende keer zitten. En ik moet even spieken op mijn briefje, maar Monica Kastelein en Leendert Kolen, die nemen namelijk de plaats van Frank en mij over als tafelheer en in dit geval ook tafeldame. Dank jullie wel voor jullie aandacht. En ik hoop dat jullie iets meer over de kunst te weten zijn gekomen in dit prachtige gebied. Zeevang Special werd mede mogelijk gemaakt door Zaak Media, Plus Vreeswijk, Waterlandsweelde Natuurvlees en Fredkooi Auto's.